Het feest, ja, ook een boodschap van gastvrijheid. Ik ga even een flesje pakken. Jullie zijn welkom, ja, maar welkom in hun leven en in hun toekomst. Voor Sjaak en Merel betekent hun toekomst samen een bouwen aan een heel intense relatie met veel liefde, warmte, vriendschap. Jezus! Samen oud worden dus. Doe je nou? Oh, vijf is Merel die aan. Sjaak. Wat doet ze hier eigenlijk? Om jullie beiden een liefderijke en succesvolle toekomst te wensen. Dat het vandaag voor jullie verder Doe eens even rustig. Daarvan ben ik overtuigd. Neus gebroken. Niet zo agressief. Geacht aanwezigen. Gaat alles oké, mevrouw? Merel en Sjaak hebben ook al een leuke afsluiting bedacht. Jezus, doe eens even rustig, meneer. Laat die neus eens even zien. Maar heb je alle vragen? Het brengt maar te volgen. Heel scheef. Dan moet je weer recht slaan, hè? Wacht, zou ik hem even een beetje recht trekken? Op drie, ja? Jongen. Moet ik toch geen toestemming voor geven? In drie. Ja, dank je. Twee. Krijg jij het door, komt ie. Owe! Zoals sommigen van jullie weten, heb ik een scheithekel aan kerst. Ieder jaar weer die pleurisboom opzetten, kaarten schrijven, etc. Ik doe het niet meer uit, maar goed, bij deze. Ik wens iedereen een jaar vol vreugde en zonneschijn. Een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn. Een jaar waarin vrienden komen en nooit meer gaan. En waarin je geen plaats is voor een traan. Ik wens je mooie en gelukkige feestdagen toe. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en het liken van de video's. En vooral een vreugdevol 2020. Met excuses. Ik zie er niks van. Beschikbare eenheden richting de winkeloverval over? Met prio over. Prio 1 met toestemming. En u heeft toestemming om de maximale snelheid te overschrijden, mits het toelaat met het verkeer. Let op uw eigen veiligheid. Drie eenheden ter plaatse over. Gijzelaar voor de deur over. Is ontvangen. OC. 21 geen bericht. Heb ik toestemming om met prio 1 naar de overval te komen? Positief, u heeft toestemming. OC, kom uit. Geef bericht. Doe ik zo. Persoon die in de winkel staat met het wapen is ook de persoon die gevlucht staat aanspreek van het gestolen voertuig. Ja, is ontvangen over. Oké, ik wil graag dat iemand de onderhandeling op zich neemt. Ja, 46 hier. Ik heb hier ervaring. Let ook goed op of ze gijzelaars hebben, dat soort dingen. 1 gijzelaar. 25 komt ook naar de overval. Radio stilte.
Oké, OC, hier Max. Eén gijzelaar. Op een andere locatie hebben ze de hele familie van die persoon hebben ze gegijzeld. Locatie is onbekend. Ze willen vrij doorgaan. Wanneer ze één politieauto zien, gaan hun hele familie dood. Ja, we willen toch wel graag die locatie weten. Om dit dat snap ik. Daarnaast wil ik ook... mijn plan is, en daar zou ik graag toestemming voor willen, is dat, dat we overleggen dat de onderhandelaar, ik bedoel de gijzelaar, daar blijft. Ja, inderdaad. Okay, goed, ga ik weer praten? Stilte. Ozee, Max hier. Ik heb gezegd dat alle eenheden straks naar de locatie gaan van de familie. Dat ik op locatie blijf, dat hij weggaat. Vervolgens ontvang ik de gijzelaar. En dan moeten we maar even kijken wat plan B is. Krijg je zometeen de locatie van de persoon die achter de bar staat, zegt hij. Ja, is goed. Dus, wat zal ik aan hem doorgeven? De eenheden die gaan op afstand houden. En jij neemt de gijzelaar. Ik ga vragen om die locatie. Ja, duidelijk. Alle eenheden wegwezen bij de winkel nu. Dan krijgt hij de locatie. Dus iedereen wegwezen. Ga maar richting hoofdbureau of zo. Of ga even op een veilige positie staan. Ja, ik ga op een veilige positie staan. Oké, collega's, jullie zijn allemaal weg, dat is top. Ik ga zo met de Touran voor de deur staan. Vervolgens wacht ik tot hij weg is. En vervang ik de gijzelaar op. Ja, duidelijk. De familie is bij de Human Labs, een vrouw en een kind. Oké, één eenheid richting Human Labs. 25 is onderweg. 25 is onderweg. Oké, ik ga nu in mijn Touran zitten, ik wacht voor de winkel. En dan is het actie. Heb ik toestemming met Prio? Om naar de Human Labs te gaan? Actie! Ja, Prio is zonder toestemming. Actie! Ja. Inwogen, inbuksen! Die witte auto! Touran neemt leiding. Witte auto, het gaat om witte auto. Ze beuken allemaal dingen om, dus die auto gaat zo snel mogelijk kapot. Pak hem, Vito. Schieten. Heeft hem nog in zicht. Motorrijder zit erachter. Neem de leiding over, over. Zie je hem nog? Positief. Hij blijft hetzelfde rondje rijden. Oké. Okay. Ga ik hem tegen, dan ga ik hem tegemoet rijden. Draait nu linksaf, draait terug richting de winkel over. Passeer het kruispunt bij de winkel. Crash! Mogen niet meer doorrijden! Ja, Philip. We rijden door naar een dikke crash. Stap uit op motor. Ja, jongens!
liggen. Mijn been. Sorry. Er staat als drie bij human voor me, maar goed. Ik bel de ambulance voor je. Ben ik er weer? Hallo? Test, test. Ja, hallo. Jesus. Christ, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik werd vooruit geboet. Dus 4125, weet iemand nog, is er ook verteld waar in Humane Labs de gijzelaars zitten? Dat is onbekend, hoor. Moet ik in het gebouw gaan? Ja, controleer het gebouw maar. Ik heb de ambu gebeld. Oh, dankjewel. Ik zet even de bal er echt op. Ik hoor de ambu al. Oh, mijn been. Hallo, 4122 aan OC. Hallo. Wat is er met meneer gebeurd? Nou, ik kwam hier de bocht om. Eerst op mijn netvlies. 4122 aan OC. Ik toch langzaam en ik even naar de ronde. Ik haak af naar de, vanaf de melding die de rijksoverheid hoorde. Ja, is ontvangen. Zou een extra eenheid naar Human Labs kunnen komen? Want ik vertrouw het niet. Wat is er gebeurd? Kan je naar een locatie sturen? Ik weet het niet, het ging zo snel. Ik lag ineens op de grond met de motor. Ik zit nu midden in Human Labs. Oké, heb ik toestemming om daar met sirenes naartoe te gaan? Je kunt aan mijn collega vragen, die heeft het gezien. Oké. Lukt het om op te staan of niet? Ik kan het wel proberen. 4122 aan OC. Lukt het om achter mij aan te lopen naar de ambulance? 4122 aan OC. Ik ga het proberen. Geen bericht? Heb ik toestemming om Prio 1 met toestemming naar Human Labs te gaan in verband met veiligheid van een collega? Ja, vernomen. Prio 1 met toestemming is toegestaan. Oh, mijn been. Ja, ik ben onderweg met meneer naar het ziekenhuis. Hij is van de motor afgevallen. Last van de been. Goedendag meneer van de politie. Hoe is het? Ja, niet zo goed. Ik ben net een beetje aangereden, zeg maar. Oh. Is er veel pijn? Ik ben in de binnenkant... Dit is de 25 voor OC. Ik ben in de binnenkant geweest. Ik heb niemand gevonden. Hallo meneer. Is alles onder controle daar? Ik kan misschien van... ja, zeker. Ik kan misschien van mijn buitenkant checken. Van welk been? Oké, ik naar de stad. Is er nog een meter op? Ja, met moeite. Oké, dan doen we rustig aan. Wacht, ik neem hem ook wel even mee op mijn schouder. Oké. Zo, dan hoeft u niet te lopen. Zo. Helemaal goed. Wat attent altijd. Wat zegt u? Wat attent van u? Ach ja, ik help graag. Bent u geschoten of gevallen? Ja, het klinkt heel raar, maar ik ben aangereden door mijn eigen collega. Oh, ja, dat kan ook. Ja. Oh. Oké, meneer, dan mag u wel op een van de bedden aan de rechterkant gaan liggen daar. Ja, helemaal goed. Heeft u nog een voorkeur qua bed? Ze liggen allemaal als goed even leggen. Ik ben benieuwd. Ik ben weer staatszenen, er is niks aangetroffen in en rondom het gebouw. Ja, staatszenen is ontvangen, ik ben heel eventjes zelf staats 3. Oké, ja, ik zie de wond al. Bent u gevallen op uw knie toevallig? Ja, ik ben van mijn motor afgereden en toen ben ik inderdaad op mijn knie terechtgekomen. Oké. Dan ga ik het als eerst even Heeft u heel veel pijn? Ja. Ik pak wel even ontsmettingsmiddel. Ja, pak ik even de pijnstiller met een bekertje water voor u. Ja, alstublieft.
Alsjeblieft, hier heeft u één pensel en moet u nog een bekertje water erbij? Ja, als je dat hebt, graag. Oh, mooi, je hebt een bekertje water? Ja, en de pijnstiller. Oh nee, ik had me maar pijnstiller geven, maar je wel een bekertje water erbij. Oh ja, de ontsmettingsmiddel. Alsjeblieft, meneer. Een bekertje ja, dankjewel. Water en de pijnstiller. Collega, 46 gaat even status 4. Oké, helemaal top, dank u wel. 41, 22 aan alle eenheden. Is er een eenheid die mij op kan pikken? Ik ben zojuist uit de stad aan de aardbeving. Oh ja, zo? Ja. Het ontsmettingsmiddel. Ja. Oeh, dat pikt. Ja, echt klopt. Oh, gemeen. Als je te veel pijn heeft, moet het even zeggen. Ja, het gaat wel, het pikt alleen een beetje. Ja, dat zeggen de meesten. Oh. Oké, okay, Jean Paul, wat wil je met de wond gaan doen? Oké. Ja, één seconde. Waar is meneer de agent? Meneer de agent ligt op het bed. Hier ligt meneer. Oh, bij mij ligt hij onder het bed. Oh, collega, zou je even een... ik hou even de pincet op. Zou jij de grote deeltje uit de meneer been kunnen halen? Wat zei je? Er ligt nog wat, er zit nog wat grind in de wond. Daar op de knie. Oké. Okay. Heb je het al gedesinfecteerd? Ja. Oké. Oké, meneer. Ik ga... Alsjeblieft, collega. Dank u wel. Meneer, ik ga nog wat grind uit de been halen. Dit kan pijn doen. Ja, ik voel het. Ik moet even verschrikkelijk nodig naar het toilet. Het wacht tot ik het gaat helpen naar... Even eens begrijpen. Ja. Moet ik toevallig even nog een aantekening maken van wat en hoe het wordt gedaan? Waar is dat nodig dan? Ja, voor de verzekering van de... Ja, dat mag wel. Oké, ga ik het even maken. Meneer, ik... Zo te zien is nu al het grind uit de been. Was u alleen op uw knieën gevallen of ja, ook ik nog ergens anders? De knie heeft de klap opgevangen. Oké. Ik zou het even dicht gaan hechten. En dan heeft mijn collega een verdoving gegeven. Nee, maar ik zou wel fijn vinden als die een zou krijgen. Ja, is goed. De aantekeningen zijn voor de Belastingdienst en voor de verzekering goed. Alleen moet ik nog een paar dingetjes kopiëren. Dus dat is ook bijna gedaan. Zo, dit, dit kan u even gaan voelen. Willem, 1 seconde. Heeft u geen heeft u hier nog ergens last van? Ja, oh, ja dat net wel een beetje mank, oh. Zag ik. Ja, dan kan ik dus ook het echt spul gebakken. Nou, wacht maar, collega. Niet. Daar hebben we de specialist voor, genaamd Hendrik. Alleen is Hendrik helaas op dit moment niet aanwezig. Dank u wel. Dan ga ik meneer, even beginnen met hechten. Ja, alsjeblieft. Wat dan... Nee, de specialist is... Wilt u mijn hand vasthouden, meneer? Dan, ja. Oké. Okay. Oh, nou, dan dat zien we u later. Zo. U krijgt van mij nog wat pijnstilling mee. Daar moet u nog even mee wachten tot de verdoving is uitgewerkt. Ja, dankjewel. Collega, wat hebben jullie bij meneer gedaan? Ik heb een grind uit het been van meneer gehaald. Toen heb ik nog wat. Toen heb ik verdoving gespoten en toen heb ik het dichtgehecht. Nou, dat is helemaal goed. Jo. Misschien nog een verbandje eromheen dat het Hallo. Niet ja, gaat dat ontsteken. Zou ik inderdaad doen. Een droog verbandje. Ja. Zal ik het even pakken? Is helemaal goed. Nog licht erbij.
Nou, het is niet zo netjes om iemand in de ogen te snijden, meneer. Nou, maar ik zit even rond te goed belichten. Ik kan het goed dichtnijden, toch? Dat is wel makkelijk. Nou, het is al dichtgenaaid. Er hoeft nu alleen nog een verbandje om, dus. Maand van zeker. Zo, alstublieft. Ja, helemaal goed, dankjewel. We moeten 2 keer daags nemen en dan. Ja. Ja. Dus dat over moeten gaan. Zal ik zo even met u de verzekeringen en de ziekenhuiskosten in orde maken? Of moeten we die via de belasting naar u sturen? Maakt mij niet uit. Nou, dan versturen we wel via de belasting, dan kunt u weer uw ding doen. Ik denk dat we wel even fijn hebben om even te rusten. Ja hoor, is helemaal prima. Oké, kunt u goed weer lopen? Ja, loopt er wel een beetje mank, maar... Ja, even rustig aan ja doen, gewoon een beetje rustig aan doen en dan gaat het voor de rest. Zit misschien even niet op de motor, Ik zal de brief op de via de belasting naar u sturen. Dan kunt u het verder met de verzekering afhandelen. Ja, dat is helemaal. En ik zou ook niet aan te raden om al te veel zware dingen op met uw been te doen. Nee, ik ga inderdaad mijn rust pakken nu. Nee. Ja. Oké. Maar fijne dag nog. Ja, dankjewel jullie ook. Visboer, wilt u meekomen naar de wagen? We gaan een stukje rijden, denk ik. Nee meneer, ja dat zou kunnen, maar ja ik heb een beetje... Hier OC voor een beschikbare eenheid. Is er iemand beschikbaar om een collega op te halen bij de Pillbox ziekenhuis, over? Ja, begrepen. 4122 komt eraan. 4122 is ontvangen. Goeiedag. Ja, goeiedag collega. Wat een enkeltje ziekenhuis. Ja, ze hebben me weer opgelapt hoor. Ja, dat is altijd mooi. User joined your channel. ...4126, koppelt af, daar heb ik rust nodig over. What the fuck, wie zit de hele tijd op de potters? Was wel een beetje heel irritant. Ja, voor diegene die dat deed, mag er onmiddellijk mee gaan stoppen. Maar wat zei diegene net, want ik hoor die... Ik koppel af... Zee, ik heb hier 3 brommerbestuurders. Hij ja, links van zit... u. Ja, als je wil, mag je zo'n stopteken geven. Je rijdt ze nou tegemoet. Ja, ik zie ze. Eentje reden. Als jij een stopteken wil geven, want ik heb een stopbord. Goeiedag. Hallo. U mag even mijn collega volgen. Ja, oké. Okay. User joined your channel. Goedenavond. Volgens mij was je bij jullie rood. Ja, maar dat zegt iedereen tegen ons. Oké, één iemand staande gehouden trok ook een wheelie tijdens een staart. Tijdens een volging dus. Ik ga daar wel voor een boete geven voor de roodrijder. Dat is al de derde boete die ik krijg. Godverdomme, ik kan ze niet... Ja, mevrouw, mag ik even uw rijkentekenbewijs zien alsjeblieft? Zeker! Dus mag ik uw rijkentekenbewijs? Tuurlijk, jongen.
Heeft u hem ontvangen? Jazeker, Margriet Kok. Ja, dat klopt. Moment, geef je naam natrekken hoor. Ja, is goed. Dat is de goede van de zaak. Dat is de goede van de zaak. De scooter is gestolen, maar ik trek heel even uw naam na. Gestolen? Hoezo gestolen? Dat is van een pizzeria, ik meen het. Ik kan het jou zelfs laten zien als ik deze naar de pizzeria toe rijd, de dingen ze zet en dan weer terughaal. Dan is het van de pizzeria, ik kan het menen. Als je het wil zien, moet je mij even volgen, ik ga het u laten zien. Mevrouw, staat de scooter op uw naam? Nee. En waarom staat hij niet op uw naam? Nou, omdat de scooter van een pizzeria is. Alleen meneer... En waarom bent u dan niet met pizzeria kleding? Ja, ik... Omdat je dat niet hebt bij de pizzeria. Ja, zeker wel. Nee, echt niet. Nee? Nee. Ga je daar wel voor? Je moet gewoon, gewoon zeg maar naar binnen lopen en dan krijg je een bon waar je het moet afleveren met de locatie en dan moet je gewoon op de scooter. Oké, mag je heel even met mij meelopen? Ja hoor. Ik ga je namelijk wel even fouilleren en dat komt omdat wij hier net zojuist drugsmeldingen gekregen hebben. Ja, dat zei uw collega ook al. Ah, oké. Okay. Als je even uw handen op de motor of op de kap wil plaatsen, dan gaan we even fouilleren. 4126 is status 1. Over. Heeft u voorwerpen bij die u niet bij zich hoort te hebben of scherpe voorwerpen waar ik me aan kan verwonden? Nee. Meneer, mag ik vragen wat er gebeurt met haar? Goed, verder helemaal in orde. Ik wens u een fijne dag. Oké, ik heb hier een Peter R. de Vries staande gehouden. Hij heeft 9 zakjes wiet op zak. Dus ik ga hem aanhouden. Dat is inmiddels 5, hè? Je hebt ook bij boetes de hoeveelheid, hè? Als je het is een kleine hoeveelheid. Je hebt een middelde hoeveelheid en je hebt een grote hoeveelheid. Praat je... Ja, ik merkte, ik praat... Ja. Ja, sorry, was verkeerde. Ik krijg hem nu niet weg. Collega? Ja? Zou jij het voor mij even op willen lossen? Ik heb 9 zakjes wiet op zak, maar ik krijg mijn menu niet meer aan mijn beeld. En dat is vrij irritant, dus ik kan nou eigenlijk helemaal niks. Moet je even van de persoon aflopen en dan even SK Backspace spieren. Ja, dat heb ik net al een paar keer geprobeerd, maar... Nou, hij wil niks. Dag meneer, mag ik even uw handen omhoog doen? Ik ga even fouilleren op basis van de opiumwet. Goed. Meneer? Ja? U bent bij deze aangehouden op basis van de opiumwet. Ik zie dat u 9 zakken wiet op zak heeft in combinatie met een flinke hoeveelheid geld. Nou, hoeveel geld had ik? Hoeveel geld? Nou, aan de rest te zien op deze biljetten €375. Dat is niks, want je mag 1500 op zak hebben. Ja, maar niet in combinatie met zoveel wiet. Dat mag u denken, maar het is wel zo. Nee, dat is zo. Nee. Kan bij deze ook melden dat het in beslag genomen is? Nou, dan moet je mij weer maar 4 uit. Dan krijg ik er 5 terug. Nee, op dit moment krijgt u even helemaal niks terug. Oké. Okay. Dan. U bent verder niet tot antwoord verplicht en u hebt recht op een advocaat. Waarom heeft u 9 zakken wiet op zak? Ja. 13, hoe heb jij die menu weggekregen? Ik heb gewoon even afstand genomen en eventjes met de F1, F2 spier andere minuutjes uitgeprobeerd. User left your channel. Oh ja, ik blijf nu alleen maar roken. Moet je even F1, F2 doen. En dan backspace.
User joined your channel. Is er een noodhulp beschikbaar voor een pick-up, hoor? Herhaal. 4126, ben jij beschikbaar? Negatief, ik rij VP. Waarvoor moet er een beschikbaarheid zijn? Om een transportje te doen. Dan ga ik eerst even met de fiets daar weer terug naar het hoofdbureau. Dat is vernomen. Ik ga de locatie even naar u doorsturen. Oké, meneer, het zit zo. Een collega van de noodhulp die komt hier naartoe, die komt u ophalen. Dan wordt hij voorgeleid. Oké. Maar dan krijg ik wel 5 zakjes terug. Dat denk ik niet. Waarom niet? Dat heb ik u net uitgelegd, meneer. U bent aangehouden wegens de opiumwet. U heeft te veel op zak in combinatie met het geld wat nogal onder het wiet zit en ruikt. En die biljetten zijn ingepakt. Maar dat klopt niet. Dat klopt wel. Ik heb de auto schoongemaakt van mijn oom. Met een zakje wiet? Nee. Met een doekje. Dat lijkt me niet, want wij krijgen hier drugsmeldingen en we treffen u hier aan beneden zakken. En het geld wat onder de drugsgeuren zit. User joined your channel. Oké. Dus het lijkt me niet dat u hier dan auto staat te wassen. Oké, laat maar zitten meneer. User joined your channel. Als u denkt dat u gelijk hebt, dan heeft u gelijk. Oké meneer, kunt u ook nou dit in beslag nemen en me gewoon verder vrijlaten? Dan pakt u mijn slatgeld, pakt u mijn wiet. De middelen zijn al in beslag genomen meneer. Ja, u krijgt alleen nog een straf opgelegd. Jullie hebben mijn speeltocht, dan kan ik toch ook weer verder gaan? Nee, zo werkt dat niet meneer. Ja, waarom wacht ik nu dan? Het probleem is, ik ben heel erg in gesprek met Daniel. Oké, dat is goed. Nee, dan begrijp je waarom je afzit. Meneer, krijg een AVK-kick over 260 seconden. Ja, dan doe je even een stapje opzij. User left your channel. Zet hem maar, ja, ik hoorde net zeggen. Ga je het voertuig plaatsen, pas op voor uw hoofd? Roos? Roos? Ja. Persoon is aangehouden in verband met drugs. Met opium. 9 zakken. Ja, op basis van de opiumwet. Ja. 9 zakken wiet aangetroffen. Okay. Plus een flinke hoeveelheid geld wat nogal rook naar wiet. Nemen jullie het over vanuit het hoofdbureau of moet ik het afhandelen? Hij hoeft alleen een boete op te leggen en een gevangenisstraf en dan is het klaar. Ja, ik doe dat. Hij is verder gefouilleerd en zijn rechten zijn voorgelezen. Yes. Yo. Nou, 2113 staat er 1. User left your channel. De 4113 gaat ter plaatse naar de CCD hoor. Ja, de 05 en de 19 komt er ook op af. Meneer, paniek. Wat is er de zit paniek? Iemand vast met zijn vingers in de stopcontact en we krijgen de stroom er niet vanaf. Hij ligt hier. Oei, oei. Hij staat onder stroom. We weten niet wat we moeten doen. Is hij wel aanspreekbaar? Ik heb een zieke kaart, want hij staat onder stroom. Is hij wel aanspreekbaar? Ja, maar hij knittert een beetje. Ik weet niet. Ik knip er een beetje. Mijn haar het gaat niet goed hoor met die meneer. We proberen stroom eraf te krijgen, maar ja, ik ben een vrouw, hè? Dat lukt me niet. Ja, ik heb rubberen handschoenen aan. Oh, dat scheelt. Ik kan hem daar wel eventjes weg bij trekken, denk ik. Nou, doe best. Jezus, jongens.
Mijn stroom moet er niet lukt af, het, meneer? Want dan gaat mijn alarm er niet op vanavond. Nee, wel om stroom. Is daar wel om stroom. Oei, oei. Misschien moeten we de ambu ook even bellen, meneer. Ja, lijkt me een beter plan. Misschien dat... Ja, ik bel de ambulance wel even. Ik kan hem er wel vanaf halen, maar hij moet wel even medisch onderzocht worden. Ja, je weet niet wat er gebeurt. Hè? Nee, je weet niet wat er met het lichaam gebeurd is. Oh, wat is hier gebeurd? Ja, Fredje, die zit met de neus in het stopcontact. Oh! Stekker erin laten, hè? Wauw. Nou, ik heb de ambu gebeld, hoor. Oké, dan ga ik ondertussen proberen of ik hem eruit kan trekken, hé. Hey, deze agent, die kan komen van mij gejaagd. Je kaart hem, meneer? Voor je bij zijn zou ik maar zeggen, die heb ik gisteren opgegeten. Oh. Oké, meneer, ik ga proberen u mee te nemen. Ja, ja. Wat is dit nou? Goedendag, collega. Goedendag, meneer. Dus meneer zit met zijn neus vast in de stopcontact. Ah, daar zit overal die neus in, hè. Maar we krijgen de stroom er niet vanaf. Ah, dat krijg je met zo'n aardappelneus, hè. Die zit zo vast, dat ding. Ja, dat lijkt gelijk naar frituur, hè. Ja. Oh mijn god, wij met spoed hierheen, weet je wel. Ja, dat moet ook, want is, ja, Isis, is straks krijgt de alarm er niet op, joh. Oh, bedankt. Waar staan we weer? Ja? Ja. Oh. Ja, Fredje, Fredje wil de volgende keer wel wachten bij scheet laten, mat. Ja. Kanonnen. Nou scheet laten? Nee, ik ga weer verder. Niks, collega, wil je even het deurtje even openhouden? Dat even die lucht hier weg kwam, want het gaat hier tussen de voegen zitten anders, hoor. Nou, ik werk hier dus... Ja, dat bedoel ik. Maar nou is nog steeds een snoertje niet weggewerkt, jongens. Nee. Ik ben er gewoon overheen gestruikeld door dat snoertje. Ja, dat ja. Dan zit je zo met je neus in, is toch ontzettend. Ik heb wel een oplossing. Als je nou een showmodelauto ervoor zet, dan is er in feite niks aan de hand. Ja, maar nu zit ook een showmodelauto onder de snoeren. Ja, dat maar straks helemaal druk. Hè? Weet je, personeel kost niet veel als een auto wel. Ja, maar je moet hem ook niet opzetten, gewoon ervoor. Oh, jezus. Nou, Ben gaat het even doen hoor, maar Ben heeft geen rijbewijs. Hij los het niet met die auto's, kijk maar. Hij heeft geen rijbewijs, ja, eigen terrein, dus dan mag het. Nee, nou, hij wilde altijd graag even inzitten. Hij denkt dat hij in de botsauto zit. Hè. Ja, zeker weten. Kijk, maar een dure botsauto dan, als je daarmee bot. Ja, nou, dat wil ik voor jou hoor. Ah, zeker. Ik voel me daar nog niet helemaal goed. Nee, je ziet er ook niet lekker uit. Maar zo ziet hij er altijd uit. Dan, dus, even lekker lang uit, voor pootjes op de tafel kun je uitverrotten, hè? Ja, Jacobom is onderweg, dus dat komt helemaal goed. Nou, dan gaan we zo lekker uitloggen met z'n allen. Meneer, kan ik u nog even een bakkie aanbieden? Doe dat nou dan. Meneer de agent? Sorry? Wilt u een bakkie? Als u een bakkie hebt, graag. Ja, zeker dat mijn bakkie... Ik denk dat je liever een komkommer heeft. Die heb ik al gehad. Zo, we zullen kijken, meneer. Cappuccinootje, meneer? Ja hoor. Ja, dacht ik al hoor. Ja, lekker. Voor meneer. Zo, dus even kijken hoor. Die morsen. Kijk eens meneer alsjeblieft hè. Ja hoor, dankjewel. Lekker warm hè. Hij is behoorlijk heet ja. Ja, dat is een lekker bakkie. Ook kijk, er komt mijn ambulance nou. Kijk, Fredje ligt erbij. Ja hoor, dat komt helemaal goed. Ja, Fredje gaat er even bij liggen hoor. De ambulance is er al hoor. Okay. Oh ja. Ja, ze komen eraan. Oké. Volgens mij echt niet goed. Oh. Nee, dat snap ik meneer. Oh ja. Heb je 380 of zo? Bank. Ik ga even kijken. Wat is er gebeurd? Meneer zat met zijn neus in stopcontact vast. Hij was gestruikeld over de snoer. Ja. Dus de agent heeft met zijn rubberen handschoenen meneer eruit kunnen krijgen. Maar hij voelt zich helemaal niet goed. Voelt zich niet goed. Goedendag meneer, bent u nog wel aanspreekbaar? Ja, toevallig wel, maar ik voel mij niet goed. Ik heb volgens mij 83, ik heb volgens mij 83 gehad. Oké, is helemaal goed. Dan meneer de agent, zou je alsjeblieft voor mij de hartmonitor even uit de ambulance willen pakken? Ja hoor. Dus ik heb, dankjewel. Oh jezus, ze zijn weer dood op de bank, jongens. Moet je weer een nieuw... En die Playboy moet je ook even over die boekjes duwen, want dat... Ja, dankjewel meneer. Dankjewel. Ja. Ah, top. Ja.
Ja. Oké, top. Dan ga ik hem even aansluiten, meneer. Ik zal die plant ook even water geven. Harry, nou, gaat met die vieze poepschoenen van die meneer de Abbe, je ziet ook, hij heeft dat ook een niet, flinke he? Neus hoor, dus hij zit het goed vastgezeten hoor. Ja, dat kan ik zien, ja. Hij heeft ook enorme grote neusgaten. Ja, we hadden het over glijbeelden van 9 euro. Ik schrok daar zo van en ik struikel zo het kabeltje van Ben Nix. Ja, dan moest je wegwerken. Wat, Ben zijn schuld weer? Ja, een sloddervos, hè. Weet je zo. Krijgt een sloddervos deze klas hier. Dan hier. Moeten we even een minuutje wachten tot het bonnetje er even uitkomt en die geeft aan hoe het... Wat hij wat heeft gedaan en wat hij doet. Bonnetje. Nee, maar hij geeft gelijk aan... Kost ook nog geld die hartmonitor voor jou, dat er een bonnetje uitkomt. Ja, helaas wel, ja. Ze zijn nog niet zoveel met de technologie met die hartmonitor, volgens mij. Oh, is. Alles is perfect, behalve de hartmonitor. Maar het loopt niet hard, nog steeds bonnetje. Nee, ik kan je maakt hem gewoon weer, hè. Ik maak hem weer. Ja, heel scherp. Maar hoe voelt u precies? Voelt u duizelig? Ja, duizelig een beetje. Ja, ligt in het lichaam? Of hoe moet ja, ligt in het lichaam. Hè. Het is door de hersenen zo naar de grond gegaan. Hè. Misschien moet je het zo, jongens. Daarom. Oké, kijk. Wie die agent? Inderdaad, hartmonitor geeft aan dat kijk eens, het hart niet helemaal goed klopt. Ja. Dus toch even voor de zekere wat een komkommer van hem, hè. Was dat? Ja, hoor. Is goed, hoor. Kunt u zelf lopen? Wat een dansmove. Nou, dat kan. Met ondersteuning? Kijk. Ja, toch, dan mag je even proberen opstaan. Dan komt de kamer. Jezus, kijk, er is net weer wat gebeurd, joh. Je mag even meelopen. Ja. Heb je wat gezien, is nu 01? Ja. Zeg je nou? Wat? Hendrik? Wie is Hendrik? Zit jij nou te brabbelen, joh? Wat heeft die Sippie al die jeken bij zichzelf opgedronken of zo? Ja, denk nou. Ja, is maar goed. Dan ga ik eerst even in ziekenhuis liggen. Of in de ambulance. En dan mag u daarna zelf instappen. Want anders gaat het niet goed, ja? Oh, even roepen dat ze even mijn auto in de gaten willen houden. Mijn auto even in de gaten houden. Staat hier. Dus. Ja, dan mag je instappen. Je hebt slot, zal ik even de deur dicht doen. Lukt dat? Ja, top. Helemaal mooi. Zo meneer, dan ga ik met Zabel met de scoop naar het ziekenhuis. Kun je auto-onderdelen meenemen? Dus je moet even een heb je een grote auto bij of niet? Ik kan mijn busdak wel even ophalen. Ja, dan moet je je bus even meenemen en dan moet je even kijken hoeveel onderdelen je erin kan krijgen. En als je dit dan weer bent, moet je ze achter even neerzetten en dan kom ik eraan, goed? Even kijken, is dat dicht bij de dingen? Ja, het is dicht bij het vliegveld. Dat is het eerste zijstraatje bij het vliegveld, waar die winkeltjes zitten ook. Ja. Daar heb je zo'n plaatsje zitten met allemaal slingers. Oh ja, daar ja. Ja. Daar zie je het vanzelf op dat terrein, op die parkeerterrein zie je een cirkel en daar moet je in met je bus in gaan staan. Er ligt ook aan de slinderkap van mijn auto. Die moet ook ja, maar ik moet jouw porto nog even regelen. Die krijg je morgen van me, goed? Ja, is goed hoor. Die moet ik even kopen. Moet ik even inspannen. Ja, is goed hoor. Yes? Ja. Oké, dan zie ik je zo. Ja. Goeiedag meneer agent. Jo, goeiedag. Oh, vreselijk. Was dat een nieuwe sollicitant? Daar is het stagiair. Oh, een beetje van de Hells Angels. Nou, ja. Dat is weer. Ik ook alweer Jussie. Ah, jullie informatie, Fred is even naar het ziekenhuis. Ik heb nog geen onderdelen. Oké. Okay. Nou, hij wordt even nader onderzocht. Nou, als hij nou terugkomt en dan zegt hij, er was geen cirkel. Zeg je nou, dan was het misschien net na de 5 uur of zo in game tijd, weet je wel. Ja. We morgen nog maar een keer proberen. Ja. Nou, we kijken of hij morgen Nou, jongens, succes. Ja, dank je. Laat je niet oplichten. Laat je een maling nemen. Wat rusten. Succes met Fredje. Ja hoor. Hey, tot morgen of zo, hè, jongens. Ja, yes, tot morgen. Doei. Goedenavond, de 03 meldt zich over. Nou, is van nou bij de 03. Welkom en prettige dienst verder.
31 staat 2 over. Dat is vernomen 13. OC, kunt u mij een kenteken aantrekken alsjeblieft? Dan moet ik even het systeem even gaan openen. Heeft u een momentje? Ja hoor. Mijn computer vindt het systeem niet zo leuk, dus ik krijg hem niet geopend. Ik kan hem wel even aantrekken, wat is kenteken? Kenteken is Victor Romeo Alpha 045. Herhaal alsjeblieft. Victor Romeo Alpha 045. Die staat goedgekeurd, maar er staat geen eigenaar bij. Vreemd. Oké, weer keer voldoende, dankjewel. Ozee. Ik heb het kenteken even nagetrokken via mijn mobiele telefoon. Hij schijnt op naam te staan van Kars Wolters. Oké, dat is vreemd. Op het systeem staat niks namelijk. Oh, dat is vreemd. User joined your channel. User left your channel. Geef recht over. Ik heb vrij weinig te doen op het moment. Ik sta nu op AB. Oké, dat is vernomen inderdaad. Wacht even een moment. Lukt het, collega? Ja hoor, ik heb eventjes de AWB ingelicht. Dus waar is dat fout geparkeerd en tegen staat levensgevaarlijk hier net naar die bocht? Nee, dat snap ik. Dus, pech gehad, hè? Ja, helaas, pindagaas. Dat is pech, auto weg. Alleen, ik ga je busje even goed zetten, want dat staat bij mij heel raar. Hij wiebelt elke keer. Zo, ik heb het oranje even aangezet. Wie stond dan? Nou, op mijn netvlies weer niet. Nou, zo wel. Goedendag, politie. Goedendag, u hebt met pannen met de auto? Nee, ik niet. Er tref hier een auto aan die niet werkt. Oh, ik ben onderweg. Ja, 100 meter, ben ik erbij. Helemaal prima. User joined your channel. Och jee. Wat? Een nieuwe ANWB'er komt eraan. Och. Zal maar gelijk ruimte maken. Wacht, doe ik dadelijk al. Nee, ik moet zo even ruimte maken, denk ik. Ja, ik zag hier al staan, dus ik dacht van ja, even kijken. Oh, ik heb de hele dag last van hoofdpijn, jongen. Oh. Gewoon kut is dat. Oh, daar heb je hem al. Hoe zou hij dat ding weg gaan slepen? 4148 aan OC. Ja, geef bericht over. Wat kan ik nu gaan doen dan? Jij bent helemaal alleen, hè? Yep. Goeiedag. Op het moment wel. Wat voor roepnummer had jij ook alweer? 4148. Is de 4142 ook aanwezig of niet? Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik sta momenteel met pech. Als het goed is onderweg. Een van de nieuwe personen zou eerst ook met mij mee kunnen in de Audi. Ik heb nog een plekje vrij. Nou, ik heb hier een leuke Opel Astra voor je staan. Ja, laat zien. Kom maar naar HB, dan kom ik daar zo in. Ik ben even bij de ANWB, mijn auto is kort. Hij staat aan de verkeerde zijde geparkeerd en hij staat hier levensgevaarlijk net naar die bocht. Ja, snap ik. Nog, zal even kijken, jongen. Ja, meneer de ANWB moet even gaan wijzen of even gaan springen. Je heeft een verlamde arm. Of verdikkie, ja, die armen tegenwoordig. Oh. Vreselijk, hè? Niet normaal. Godverdomme. Ik heb deze ANWB trouwens nog nooit gezien. Nee. Nee, je bent nieuw, hè? Oh, je bent nieuw. Jantje contantje.
Jantje Contant. Ja, ik klink als Appie. Tobbe. Ja. Maar dat wordt niet. Jantje Contantje. We hebben de juiste spullen bij, want die deur die ging net... Oh, is. Oh, mijn ogen. Aan de kant, aan de kant. Doe door, draai op. Kan domme. Oh. Jeetje. Hey, die ANWB is vergeten zijn oranje lampen aan te doen, zie je dat? Ja. Zal ik hem eens even aandoen? User joined your channel. User left your channel. Dus. Ja, ik kan wel zien dat je net nieuw bent, inderdaad. Oh, is. Geef me even een beetje iets, ja. Meneer de ANWB. Wat steek ik? Klussen langs de weg. Help. Hey, collega, ik weet niet wat jij denkt, maar ik vind maar een amateur, hoor, hé. Ja, echt, hè? Ja, jongen. Lijkt me alsof hij dan niet echt verstand van heeft. Nee. Volgens mij doet hij ook maar wat. Weet je, je bent nooit thuis. Oh, eens. Hij doet zo die achterdeur open. Oh, is. Ja, ik zeg altijd van, je bent nooit te oud om te leren. Ze nemen tegenwoordig ook echt iedereen aan daar bij de ANWB, hè? Nou. Hij zit maar wat knopjes te drukken en te doen. Het is echt ongelooflijk. Ja. Zeg, ik ben niet doof, hè? Oh. Wat moet dat ding nog maken? Anders laat ik hem hier staan, hè? Wat zit, zo maar dan toe. Ja, ik moest van nu zo. Ik moest... Hij loopt gewoon weg, hè? Ja. Ik moest gewoon voor, bij uw busje moest ik gewoon de oranje lamp even aandoen, die was je zelfs nog vergeten. Ja, klopt, dat was ik vergeten, ja, dat klopt. Poffertikkie. Ik zal hem even waken, jongens. Ik weet niet of het lukt, hoor. Maar het valt mee, je hebt geluk. Ja, heb je er verstand van? Kijk, dat is de motor. Hij had het zelf uitgevonden. En dit draadje moet je niet doorknippen. Oh, is. Ben ik de prof of ben jij de prof? Nou, als ik het zo mag beoordelen, dan... Nee, dan weet ik het wel. Jammer. We beginnen helemaal verkeerd. Echt. Als het goed is... U heeft die hand nog bij uw porto. Dat is dan mijn porto. Ja, u heeft die hand nog bij ja, nou niet meer. Hey, we hebben last van zweetoksels. kijk eens aan, heren. Hij doet het weer. Hij kan... Ja, maar hij mag weggesleept worden. Hij staat fout geparkeerd en gevaarlijk. Ja, ik mag niet wegslepen, dat mag ik niet. Waarom mag jij niet wegslepen? Van uw collega's. Bent er van de AWB? Een AWB die sleept. Of heeft hij geen sleepkabel? Fredje. Och, Fred, gezellig. Och, man, Fred. Die Fred. Och, jezus. Ik sta hier bij een auto, die moet afgesleept worden. Door de politie. Maar dat ken ik niet, dat moet hij doen. Fred is altijd zo gezellig. Ik vind het zo leuk hè, dat hij altijd ja hoor zegt. Echt altijd ja hoor. Het schijnt dat die Fred met iedereen naar bed gaat. Ik bedoel... Oh. Ja. En voorbeeld dat ik dat toesturen dan? Laten we dat maar even niet over hebben. Nee. Gewoon niet. Nee. Maar is die wel onderweg jongens? Hij is wel een beetje ongeduldig hè. Poffertikkie. Ja. Hij kan niet stilstaan hè. Nee. Alleen maar op en neer aan het ijsberen. Jeetje, hij is zenuwachtig. Hoe bedoel je wat voor nummer? Och god. Oh, zo! Oh, god. Hij wordt helemaal zenuwachtig. Ja, begint nou te zweten. Nou gaat hij even zitten appen onder werktijd. Ja, jongen, dat is echt niet normaal, joh. Het is echt een beetje een amateurtje, hoor. Moet even afwachten. Nou. Misschien dat het nog beter gaat worden, maar ik heb er wel een beetje een hartdood in. Hij is net nieuw, hè. Dus ja, weet je, het is nog even nieuw voor hem allemaal. Het is zoveel keer dat hij kweet niet zegt. Wat weet hij wel? Zijn voor- en achternaam. Dat wist hij wel. User joined nou, had channel. Meteen ja, oké. Poffertikkie. Ik heb een GPS verstuurd. Nou, als we nog langer moeten wachten, collega, dan roest dat ding daar ook zelf weg. Daar kom je maar dan. Okay, nou, dan ga ik even bij het ziekenhuis even wat halen, denk ik. Even drinken of zo. Drinken bij het ziekenhuis? Het is hartstikke duur. Ja. Yeah. Huh. Ja, je moet wel wat, hè. Nee, hier, hij wordt weggesleept. Hartstikke fijn. Maar even een tip voor u, hè, meneer de ANWB. Ja. Uw deur staat nog open, ja, uw zijdeur. Ja, ik moet mijn gereedschap pakken. In de 4848 reed onder de 03 of wat denk je dat ik met touwtjes heb. Ja, dat is voor nou over. Nee, maar weet je, de maar... De 4804 is aanwezig. Ja. Maar voor hetzelfde geld wordt er gewoon iets uit je bus gejat. Je weet het maar nooit hier. Ja, dat worden. Klopt, daar heb je wel gehad. Dus als ik jou was, zal ik hem even snel dicht doen. Ja. Of even checken of alles er nog in zit. Ja, ga ik doen hier. Als er nog wat is, dan bel Jantje maar. Eindnummer?
Ja, goed. Jongens, succes en wat dan? Hey, bedankt hè. Bye bye. Berg ze. Wat nou met deur? Gratis klusjes. Verdien je ook helemaal niks meer. Wat dan? Wat een mopper hier. Verdien je ook helemaal niks meer. Sjoen, wat een ouwe mopper hé. Jeetje. Dan weer dit, dan weer dat. Wat dan? Echt een amateur. Ze moeten echt iemand anders aannemen, denk ik. Kitje, hè? Opnieuw weer opleiden. Ik wil eens een keer die opleiding meemaken. Jongen. Vind ik ook. Zie je, ze zwijlampen blijven worden gaan. Hij rijdt door rood. Wat een amateur. Porto Jack over. Pofferdikkie, wat duurde dat lang. Ik mag hopen dat jij meer ervaring hebt dan meneer Centjes, hoe heet die? Ja, is goed. Jantje Contantje. Ja, technical difficulties. Wij gaan in één keer teruggooien naar het loading screen. Naar wie? Ja, ik wil in één keer teruggooien naar het begin waar je persoon kan kiezen. Oh. Ja. Waar heeft hij het over, joh? Ja. Ik snap het niet, maar maak een leeuw maar mee. Je kunt personen... Daar heb ik even blasters uit moeten gaan voeren, denk ik. Ah joh, gewoon meelullen, joh, collega. Komt alles wel goed. Ja, hier, probeer maar. Hier, voor mij mag je. Nou, blazers. Nee, maar ja. Dat vind ik ook. Oh, knoflook. Gadverdamme. Nee, doe maar even lekker een kabeltje zo. Ik denk dat het goed komt. Ja hoor. Moet deze mee? Ja hoor, allemaal mee. Oké. Meteen naar de sloop. Lelijke auto. Gadverdamme. Oh, collega, heb je ook zo zin om te werken vandaag? Nee. Oh, ik ook niet. Jongen. Ho eens. Oh, dat is goed voor de bandjes, ja. Oh, ja, als je zo doorgaat, gaat hij meteen naar de sloop, inderdaad. Wat is dit toch allemaal, jongens? De deur ligt eraf. Ja, vind ik ook niet gek hoe jij rijdt. Je rijdt hier heel die open Astra tegen die achterkant dan. Ho eens. Wanneer hebben we koffiepauze? Zo, je hebt wel heel veel reserve deuren bij je. Oh, je bent net op werk. User joined your channel. Ah, hij wordt naar de sloop toegebracht, heren. Ja, succes ermee. En, ja. Dank je. Fijne dag, hè? Ja. En neem je deuren mee. Die is dadelijk weg. Op, de blokkenpark. Ja, mag het open. Ik kan het niet oppakken. Ik kom straks controleren. Als ze die weg zijn, kom ik je ophalen. 10 kilometer rijden, hè? Ja, ik... Nou, zal ik je even vertellen? Wat gebeurt hier? Hallway? Ja, rij maar verder, want hier ligt dadelijk een heel magazijn aan deuren. Ja, maar ik kan dus geen deuren. Ik kan geen gas. Ja, rij je met een hok. User joined your channel. Kanonnen. Nou, collega, welke deur wil jij? Ja, geen uit, we zijn allemaal beschadigd. Godskanonnen. Wegwezen hier. Hey, collega. Hoop dat de Rijksoverheid er snel opruimt hier. Oh ja, hebben die gast ook wat te doen, hè? Anders zit ze ook alleen maar uit de neus te eten, natuurlijk. OC voor de 4113 over. Kom uit 4113. Bij de CCD staat een wagen die wordt gesignaleerd voor poging tot moord over. Probeer hem sowieso even veilig aan de kant te houden. Hij staat geparkeerd. Is er niemand omheen? Mogelijk is de verdachte in de CCD over. Oké, kunt u voor mij het kenteken sowieso even nog een keer natrekken dat u kijkt welke persoon eraan gekoppeld is? Heb ik al gedaan. Kenteken staat op naam van Rinus de Jong. Meneer wordt gezocht voor rijden zonder rijbewijs, vluchten voor de politie, achtervolging met bijna dodelijke afloop en poging tot moord. Laten we even onze ogen openhouden dan voor meneer. Gaat het toevallig om de Tesla? Hij rijdt in een Audi volgens mij. Geen Audi. 41 Tesla OC. Het is daar die donkere wagen hier aan het eind. Ja, kom uit. De heer Rinus de Jong heb ik net nog staande gehouden. En hij reed toen in een Audi A6. Ik heb toen net helaas over die... Hij komt hier net de trein op rijden. Dan laat ik jullie dit ding doen. Graag meneer, voorzichtig. Godverdomme! Kijk naar mij! Hey meneer, ja, ik kan niet zo schelden. Kun je op je taalgebruik letten? De 070 staanhouding gehad. Wachten nu nog op de ANWB voor een afslipping van dat kleine busje. Nee, maar ik bepaal het zelf wel wat ik zeg, meneer. Dat is vernomen. Snap ik. Maar een beetje normale toon mag ook wel. Nou, hoeft niet.
Ik weet niet wie het zegt. Ik zeg niks. Nou, de 0-1 is momenteel status 4. Ik geef gewoon een opmerking. Dat is verlammen. Een andere burger is wel bereikbaar voor vooruit het goed is. Maar dat maakt me helemaal niet uit, dat in de gym geen moe wat u vinden. Meneer, wat praat u zacht? Wat zeg je? Wat praat u zacht? Ja, moeten we dichter u. Maar waarom loopt jij hier in je DC-outfit? Waar is de dreiging? Meneer, u moet toch echt even wat harder gaan praten? Harder praten, ja, we staan er niet heel veel van. Wieberen! Pardon? Wieberen! Pardon? Pardon! Volgens mij was het deze auto? Pardon, ja. Niet door, maar... Dan laten we die even wegslepen. Kijk niet raar, als ik die even mee. Hij staat toch op een invalide plek. Waarom laat je wegslepen als ik vraag was? Zondag. Als u even wat harder gaat praten, meneer, dan kunnen wij het allemaal uitleggen. Oké, wij praten harder. Abba Yahoy, dit is Sikkim Orospor. Waarom wordt je gesleept? Dat kan mijn collega hier, die hem net heeft nagetrokken, precies uitleggen. Waarom mag je mijn auto wegslepen? Maar ben je wel nagetrokken? Ik ga hem nu gaan. Meneer, mag ik even ID erin zagen? Nee, waarom ga je die auto wegslepen? Mag ik dat vragen? Ja, omdat deze auto gesignaleerd staat. En de persoon die eraan gekoppeld staat ook. Nee, is mijn broer. Voor wat? Rijden zonder rijwijs, vluchten voor de politie, achtervolging met bijna dodelijke afloop. Rijden zonder rijwijs? Ja. Zonder rijwijs, dodelijke... Je staat er gewoon. Zou je ook even afstand kunnen houden? Dankjewel. Mag even uw handen op het voertuig plaatsen? Hij is mijn vlees en bloed. Hij is mijn bloed, ik mag er dichtbij staan als ik wil. Oh, ik hoor helemaal niks, ik hoor geen kloten. Ik geloof dat wij even naar binnen moeten. Wat er nou aan de hand is? Ik weet niet. Ja, mag ik even omdraaien, mag ik even uw handen omhoog doen? Wat? Heb ik u net uitgelegd, meneer? Ik kom hier met vrienden. Ik handel het hier even af. En dan kom ik die kant op. Wat is jouw reden om mij aan te houden? Welke wettelijke reden heb jij? Omdat mijn collega dit in het systeem gezet heeft, meneer. Lijkt me duidelijk, toch? Doet hij niet zomaar. Ja, maar luister, dit is mijn auto hier, de Audi. Je ziet me er net in aankomen rijden, toch? Schitterend. Ja, het kenteken van die auto daarnaast staat op uw naam, meneer. Dat wil niet zeggen dat deze Audi ook van u is. Maar hoe weet je dat het op mijn naam staat? Er zit een kenteken op, meneer. Ja, maar hoe weet je wat mijn naam is? Dat weet ik nog niet, daarom ga ik dat nou vragen aan jou. Maar ik ben niet verplicht om jou dat te geven. U bent verplicht om een ID te tonen als ik erom vraag, nee. Ja. Zeker wel. Alleen op dat is zeker wel dat in de wet, meneer. Alleen als u mij ergens van verdacht. En ik vind het heel frappant. Dat betekent, wij verdenken u. Wij verdenken u daarom ook, daarom vorder ik u nou jouw ID. Is dat duidelijk? Dat klopt gewoon, precies. Dat slaat nergens op wat je nou zegt, vriend. Ik vorder het nog één keer en anders gaat u mee. Je mag nu omdraaien. Het hebben ook al wat lagen, meneer. Heb je wat is 250 euro. Hey, wat ben je? Wij gaan me over tot aanhouding. Meneer wil niet luisteren. Wegwijs je nou, vriend. Degene die mij aanhoudt. Loop maar even naar buiten toe. We gaan hier niet afhandelen. We willen hier niet de mensen storen. Je hebt geen. Ik dacht 16 is aanrijden met de drugs. Wat is er aan jou? Kom maar daar toch doen. Jullie mogen wel even naar buiten heen gaan. Even met die agenten naar buiten. Dat hoeven wij hier niet binnen. Ik heb geen klote aan. Meneer gaat mij tegen de wet in aanhouden. Hij doet een beetje raar. Meneer, er is een signalering voor. Wij hebben alle recht om dat te doen. Voor. Een signalering voor. En wat zeker een signalering dan? Dat is. Wat is. Nou, blijkbaar mankeert u iets aan uw oren, want ik heb het net uitgelegd, meneer. Is het goed als ik hem tackle? Oké. Kijk, die andere shadow is er dan door. Oh, kijk, die man heeft ook grijs haar. Maar hij heeft gewoon van leeftijd. Meneer, deelt auto. Nee, kunt u even uw handen omhoog houden? Dan kan mijn collega meenemen. Ja, wacht maar, ik loop naar buiten. We gaan gewoon rustig weg. Nee, u gaat niet weg. Dat is klaar. User left your channel. Ik moet hem wat pakken uit dashboard. Mag dat niet eens? Ik heb nog niet. Collega, u mag hem staande houden als u wil. Niemand bepaalt wie er in mijn auto komt, hè? Bepaal ik alleen. Hou maar aan. Jullie begaan allemaal grote fouten. Jullie begaan allemaal grote fouten. Hij moet de auto open, dan rijd ik mee. Harry, wat ben je nou toch steeds aan het doen, jongen? Meneer, je mag even uit de auto stappen. Nee! Ik ga even volledige rechten aangeven aan die meneer en dan fouilleren ook. U bent niet op andere plek te doen, recht op een advocaat. U wordt gezocht voor het rijden zonder rijwijs, vluchten voor de politie. Ik heb achtervolging met bijna een dodelijke afloop. Oké. Heeft u voorwerpen bij u zich, deze niet bij u wilt hebben, of voorwerpen wat maar kan verwonden? Zwijgerecht. Meneer, ik vraag gewoon even netjes of u met me mee kan lopen. Nee! Oké. Nee, hij neemt die auto mee. Op rotte vriend. Thomas, kan jij zorgen dat deze auto straks weggaat? Nee, ik neem de groene mee. Die groene maakt me niet uit, die BMW gaat mij om. In welke broekzak zit uw ID-kaart? In welke broekzak? Ja.
Ik weet niet eens of ik die bij hem heb, want ik heb, ik heb net een nieuwe jas gekocht. Dus of misschien in mijn binnenzak, kan ook, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat er in mijn zak ook zit. Vreselijk. Blijf staan. Ja, ik blijf staan, maar hij geeft me drukken. Aan alle eenheden, ik heb de ANWB bij het HB staan. Ik kreeg net een melding dat hij een busje weggesleept moest worden. Klopt dat? Ik zal het niet weten, maar ik heb de ANWB wel met een dieplader nodig bij de autodealer. Bij de CCD? Yes. Oh, zou je voor de 41-13, heeft u voor mij een transportje bij de CCD over? Ja, zijn twee voertuigen mee onderweg naar de CCD. Ik ga even voor u zoeken, hè. Wat was het ook, een transportje, graag maar? Yes, graag een transportje, ook bij dezelfde locatie. Ja, de 01 komt met de T5 de kant op. Ja, maar goed, dat is vernomen. Dan heeft hij alsnog een paspoort, meneer. Nee, ik ben gewoon naar binnen gejaagd, ik wil gewoon naar binnen gebruiken, ja. Oké, even alles in conclusie. Hou meneer een beetje in de gaten hoor, hij loopt een beetje in en weer. Maar deze auto die wordt zo opgehaald door de ANWB en het transportje die komt er aan. Ja, hou meneer maar even veilig. Maar even staan blijven. Meneer. Dat je blijft staan. User joined your channel. Nee, blijf staan. Ja, oké. Maar een geintje van. Zet hem maar even vast dan. Je mag zo even van ons terrein verwijderen. Ja, de transport komt eraan, maar deze meneer die doet heel vervelend. Alles komt eraan. Nee, meneer, blijf ik staan. Klopt alles wel, maar wilt u de keuring wel even betalen? Dank u wel. Godverdomme, waarom moet ik nou weer blijven staan? Wacht even. Hey, blijf hem af, vriend. Blijf hem af. Hij moet mijn auto meenemen. Ja, hou maar even tot die T6 en dan mooi. Doe een zak. Neem hem mee naar de T6. Neem hem mee, vriend. Ik moet even deze donkere BMW. Die moet even mee naar AB. Yes. Mijn collega. Tot, dank je. Wie moest er mee? Hij heeft hem net in de auto gestopt voor je. Oké. Rechter zijn voorgelezen? Ja. Ja, hij heeft ook fouillering volgens mij al gedaan. Ja, hij heeft rechter zijn voorgelezen. En hij luistert alleen niet echt naar waarvoor die staan is gehouden. Maar ja, dat is zijn eigen probleem. Ja, hij staat in het mailsysteem. Hij wordt toen hij werd staande gehouden. Ik zet even je Audi aan de kant. Al wordt gezocht voor rijden zonder rijbewijs, vluchten voor de politie, achtervolging met bijna dodelijke afloop en poging moord. Gaat u zelf ook even mee naar het HB, dat u zelf het... Alles staat geformuleerd in het mailsysteem. Oké, dan zoek ik meneer even op in het mailsysteem. Helemaal prima. Oké, neem hem mee. Het gaat zo... Ja, de BMW die eraan komt, klopt. U komt ook naar het HB? Ja, ik rijd nu mee. Het ding doet het niet meer! Laat hem maar even met de lader ervoor zetten dan. Ja, is het makkelijk. Zie jullie zo. U wordt gezocht voor rijden zonder rijbewijs, vluchten voor de politie, achtervolging met bijna dodelijke afloop en poging tot moord. Maar volgens naar mijn weten heb ik gewoon een geldig rijbewijs, die is nooit in beslag genomen. Dus ik vind het heel frappant dat dat al erop staat. Ten tweede, wanneer is dit gebeurd? Dit is op 12-13-2019. 12-13-2019? Wacht, 13-12-2019. 13-12-2019. Ja. Een grote week geleden dus, oké. Okay. Ik heb me daar niks van heugen. En ja, die zaak dan jongens, waarvoor eigenlijk gezocht werd, hebben jullie daar, qua bewijs, hebben jullie daar dan iets van? Dat zal de collega moeten weten die het opgenomen heeft, en die is momenteel een vrije dag. Dus ik word aangehouden eigenlijk, en dat betekent dat ik nu in voorarrest moet blijven, totdat die collega er weer is. Terwijl ik me van geen heugen weet wat er is gebeurd. Want wat is er dan exact gebeurd? Ons systeem ligt niet, meneer. Maar kan ik even een uitleg krijgen? Wat er dan exact is gebeurd? Ik
kunnen van ons aannemen dat onze collega niet zomaar een melding maakt in ons mailsysteem. Dit is wat jullie weten, dit is wat jullie weten. Nee, ja, als die collega natuurlijk maar niet Maar ik vind het sowieso heel frappant dat ik net een collega viel boven voor zeggen dat ik een lastig gevalletje ben, omdat hij al een eerder akkefietje met mij heeft gehad. En dat vind ik toch heel frappant dat een werknemer van de politie dat zegt. Als je het zo frappant vindt, waarom werkt u dan niet in de eerste instantie mee bij de CCD? Gaat die moeilijk doen? Omdat ik me van geen kwaad bewust ben, vriend. Als je van geen kwaad bewust bent, waarom doe je dan moeilijk? Nou, ten eerste al omdat jullie zeggen, ja, die auto had gesignaleerd. Dat zeg je ook. Kan toch al gezegd worden? Dat is gelul, want die auto die heb ik pas 3 dagen geleden gekocht. Dus dat is gelul. Waarom klopt de kenteken die auto, kan nooit betrokken zijn bij dat ongeval of bij dat gebeuren wat je nou vertelt. Dat is onmogelijk wat je nou zegt. Ja? En daarna, ik heb niet eens gezegd dat die auto van mij is. Jullie zeggen, meneer, u bent, mag ik uw ID zien? Ik zeg, nee, want ik word niet verdacht van iets. En dan zeg je, nou, bij deze ben je wel verdacht van iets. Meneer, maar u voelt zich wel aangesproken op een manier, maar anders zou je gewoon normaal meewerken met u. Nou, ik weet mijn wetten wel, hoor, en mijn rechten. Meneer, wij mogen ten alle tijde uw ID vorderen. Negatief, meneer, u moet verdacht zijn van iets. Nee, hoor, wij mogen preventief mogen wij ook mensen eruit halen om ID's te controleren, meneer. Nee, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Voor mij zit je een beetje fout, maar maakt niet uit. Maar het gaat mij erom. Ik ken mijn rechten, meneer. Nou, Het gaat mij erom. Ik breng gewoon een vriend van mij breng ik naar zijn werk. Ja. Daarna word ik lastiggevallen door 3 van jullie. Ik zeg, ik weet er niks van af. Ik zet alleen mijn vriend af. Jullie vragen, kun je ID tonen? Ik zeg, nou, dat ben ik naar mijn weten niet verplicht. Daarna zeg je gelijk, u bent aangehouden, je mag omdraaien. Vind ik toch allemaal frappant, want je moet 3 keer vorderen, wil je mij kunnen aanhouden. En dat zijn wel mijn rechten, vriend. Ik ben niet 3 keer gevorderd, maar je haalt me wel direct aan. Heb u een paar keer gevraagd dat u het CCD ten eerste al aan? Ja, maar je moet vorderen. Je kan het vragen, maar je moet vorderen. De laatste keer dat ik gehoord heb, was het een vordering, meneer. Ja, maar je moet me 3 keer vorderen. Ik heb niet 3 keer gehoord, meneer, bij deze vorderen om weg te gaan. Hebben jullie niet verteld, dus je hebt me onrechtmatig aangehouden. Dat is allemaal fout van het korps. Kevin, kun je even die van 21:50 in het mailsysteem weer voorlezen aan meneer? Nee, we hebben te maken met Rinus de Jong. Hoe is die? Gezocht wegens roekeloos rijgedrag over de boulevard plus vluchten voor de politie naar aanleiding van drugsmelding. Mogelijk vuurwapengevaarlijk. Mogelijk vuurwapengevaarlijk? Dus daar staat ook nog op uw naam, meneer. Dus ik mag niet naar het strand gaan. Zal ik verder zeggen wat ik deed? Ik ben naar het strand gegaan, ik ging de hond van mijn vriendin uitlaten. Ik ben die hond kwijtgeraakt, dat kutbeestje van de, ja. Ik ben naar huis gerend. Ik woon er vlakbij. Dan heeft hij nog niet het recht om te rijden over een boulevard waar mensen lopen, meneer. Dat snap ik, maar dat is geen reden tot arrestatie, meneer. En ik rijd ook niet met 120 over de boulevard. Dat is geen reden tot arrestatie omdat ik over een boulevard rijd. Dat is een procesverbaal, meneer. En geen arrestatie. De arrestatie is daarna uitgekomen dat je daar ook die andere, hoe heet het? En vuurwapengevaarlijk, waar is dat toch? Welke collega heeft dit in het systeem gezet? Want waar omdat is dat er poging tot moord bij staat. Omdat er poging tot moord bij staat. Dat kan van alles zijn, hè, of niet? Oh, dan ben je gelijk vuurwapengevaarlijk, poging tot moord. Die mogelijkheid zit erin en ik waarborg de levens van mijn collega. Ik ga even een belletje doen met het oor. Ik heb geen reden tot vluchten, dus ik ben helemaal gewoon. Ja, laten we toch even een navraag eventueel, want allemaal verpante zaken dit, allemaal heel verpant. Ik vind dat ook even een beter idee dat mijn cliënt gewoon kan vrij uitgaan tot die collega in kwestie aanwezig is, dat we dat zo even kunnen bespreken. Want nu inderdaad, het systeem ligt natuurlijk niet, dat weet ik ook even goed, maar als hier geen duidelijkheid over is. Ja, ik heb even overleg met het OM. Ja. We vorderen meneer zijn ID-kaart. En dan krijgt, we willen graag even wat gegevens van meneer hebben en dan krijgt hij van ons een belletje wanneer die zich moet melden die op de hoogte loopt. Ja, ik denk dat wel geen probleem is voor mijn cliënt, dan kan hij tenminste toch nog zijn zaakjes afvallen. We hebben net proberen contact te leggen met de desbetreffende collega die de aangifte aangemaakt heeft. Die krijgen we niet te pakken. De vraag is ook maar als we hem vanavond nog te pakken krijgen, dus dat is even afwachten. Om meneer dan de hele nacht hier te laten zitten en dan is er morgen dan niks, dan schieten wij niks meer op, schiet meneer niks meer op. Dus het OM heeft bepaald dat we gewoon even wat gegevens van meneer gaan noteren en ook even een 06-nummertje van meneer. En dan nemen we even contact met meneer op wanneer de desbetreffende agent er is die de aangifte aangemaakt is. Nee, dat klinkt helemaal goed. En dan kunnen we dat tenminste even uitgebreid bespreken en dan kunnen we zien wat er kan gebeuren natuurlijk. Meneer zijn gegevens moet even genoteerd, want zijn 06-nummertje moet even in het mailsysteem komen. De enige verkeuring die hij zou moeten kunnen krijgen is het rijden over de boulevard, want dat kun je gewoon niet maken.
Nou, dan moeten we daar meneer wel een proces vooraf uitschuiven. En daar was u zelf bij aanwezig bij die situatie? Ja, of was dat ook die collega? Daar was u aanwezig, oké. Okay. Meneer Neil, moet u nog een kop koffie hebben? Of, Nee, ik hoef niks. En ja. Tegen hoeveel kijkt mijn cliënt aan dan qua... Sorry? Tegen wat voor bedrag kijkt mijn cliënt aan? Boetebedrag durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen, zou ik even moeten kunnen opzoeken. Ja, ja, ja. Dat wordt dan €140. Okay. Ja, meneer De Jong heeft dat meegekregen? Ja, zeker. Dus dat zal de procesverbaal weten die nou uitgeschreven zal worden? Dus jullie er even afstand willen houden? Zeg dan meneer de advocaat, bent u daar? Dan heb ik, als mijn kind daarop heet dat is op het trap. Dat is dan gevaar of hinder veroorzaken op de boulevard en dat boetebedrag is €140. De boete zelf bedraagt ook niet zoveel. Dus, oh, en ik heb hem ook ontvangen, netjes. Tja, laat me zitten, joh. Heb jij hem ontvangen? Ik heb hem ontvangen, maar laat me zitten, joh. Ga even opgaan. Nee, ik denk verder dat die boete geen probleem moet vormen. Dan kunnen we morgen eventueel een gesprekje hebben over die andere zaken. Ja, ik hoop dat het nooit komt. De collega die is volgens mij een... Ja, bekeuring uitgeschreven. Oh, ja, dan zie je wel weer natuurlijk. Maar zonder die collega wordt het heel moeilijk om een zaak te bespreken. Die, Hey, boete is ook meteen betaald, zie ik. Uiteraard. Ja, als we meneer zijn 06-nummer even in het mailsysteem kunnen zetten, kunnen we altijd even bellen als de desbetreffende collega er is. Kunt u dat even doen, Kevin? Ja hoor. 06. 06. 32. 3. 2. 30. 3. 0. 28. 2. 8. 56. 5. 6. Heeft u dat meneer versteld? Helemaal prima, staat genoteerd. Nou, dan bent u nou vrij om te gaan waar u heen wil, meneer. Dank u. En we doen even vanuit het OM even een belletje met u van hoe of wat. Ik hoor het wel. U ontvangt van ons wel even wat. Ja. Ik zie de verdachte. Verdachte loopt richting tankstation opnieuw. Schoot gelost op de 4113 over. Dit is tegenover de kippenslachterij. Wat is hoe? Zie de verdachte? De verdachte wordt bezien me. Rent richting de snelweg. De verdachte is er nog versterking aanwezig? Weg over. Ja, de 4113 is ter plaatse. Ga ze tegemoet via de andere kant. Verdachte rent over de snelweg. Ja, Zulu hangt er recht boven. Verdachte in het zicht, ik ga schoten los over. Verdachte rent richting de slagerij. Ja, de 4111 is weer onderweg als DG. Hij slingert en gaat naar binnen. Hij is binnen in de slagerij. Kunt u een nieuwe in de locatie slagerij sturen, heb je twee uitgangen. Weg. Een aan de voorkant, een aan de achterkant. Let op. Ik heb infrarood, ik zie ze nog. Hoe staat het er met de anderen ervoor? Heeft iemand zicht op de verdachte? Negatief, hij is binnen. Negatief, hij is de slachterij binnengelopen bij de kippen. Wanneer is het DSI ter plaatse? De DSI is onderweg. Hoeveel kilometer? Eén collega de achteruitgang. Ik wou net zeggen, als jullie de achteruitgang en de vooruitgang houden, dan komt het. Maar heb je zelfs drie uitgangen, dus let op. Ik heb schoten gelost op verdachte. Verdachte staat nog aan de ingang. Kunt de locatie sturen? Kan er een locatie gestuurd voor de 01? Locatie verstuurd. Heeft iemand nog zicht op de andere verdachte? Probeer ze allebei in zicht te houden. Ik zie de verdachte niet meer bij de ingang. Kan naar achter gelopen zijn. Kan een collega met spoed naar achter? Iemand moet bij de uitgang blijven staan. De 13 gaat naar de achterkant over. Ja, is goed. 18 staat vol gefocust. Als hij schrikker had zien, heb ik hem. Deze is close. Verdachte voor.
Vraag naar de voorkant, vraag naar de voorkant. Versterking nodig aan de voorkant. Deze is te plaatsen. Snel naar de voorkant. Verdachte schiet naar buiten. De 51 en de collega gaat via de achterkant komen dichterbij. De 19 is er ook erachter, we zijn met z'n drieën. Verdachte voor neer. Ga zo, flashbang naar binnen. In de been geraakt. De Zulu zit niet nog een verdachte in het gebouw. Maar het is beter als jullie hem gaan kleren. De 51 en de collega gaan gaan via de achterkant door het gebouw heen. Aan alle collega's denken om hun eigen veiligheid. Er is hier een bom geplaatst. Ik ga zo op de bom schieten dat hij explodeert. We zijn hier met 4 man bij de kippenplukkerij. Collega naar achter. Persoon in het been geraakt, verliest veel bloed. Ja, dat stoppen wat verband op. Laat je zelf zien. Is er al een wij zijn collega's. Collega. 18 stems over de verdachte. Kijk, er is hier één verdachte. De rest want je kleert over. Achter kunnen zijn. De 51 en 3 andere collega's hebben het gebouw gesweept vanaf de achterkant, alles clear. Nee, kan niet. Heb ik dat goed dat er nog één verdachte op de vlucht is over? Positief, zie jij nog verder iemand binnen ergens achter? Even checken. Nee, de 41-13 is hier de achterzijde naar binnen gegaan, we hebben het pand gekleerd over. Roos, waar zit je in het pand? User joined your channel. Ik ga even over tot fouilleren. Ja. Oh, C, is de ambu al in kennis geteld over? Ja. Negatief. Ik ga het even doen. Die zijn in beslag genomen, verder heeft meneer geen rare woorden op zak. Meneer heeft wel nog 6 komkommers op zak, eventueel oppassen daarmee. Ik gok dat ik weet waar de heren van naar buiten zijn gekomen. Dit voor OC de ambulance in kennis gesteld. Ja, dank u wel. Collega? Ja. Zijn er nog meerdere in- en uitgangen bij de tand? Is dat bij u bekend? Nee, wij zijn via de achterkant met 3 collega's binnengedrongen. Alles is Zulu kunt u nog iemand binnen zien via de hittecamera's. Oké, mooi. Hebben we enig idee over die andere verdachte waar die is heen is of? Nee, zijn er druk aan het zoeken? Ja, ik kan niet. Wat ik genomen heb is de Zulu met de hittecamera aan het ontscannen. Er zijn te veel mensen binnen. Oké, nou ja, als iedereen van de politie even naar de voorkant wil, dan kunt Zulu nog de rest van de gebouwen even nog wel even checken. Ja. Maar goed, hebben we in ieder geval eentje met een goed verhoor, dan kunnen we misschien nog wat uitkrijgen. Ja, wie weet. Zou moeten lukken. Alle, gewoon even uit het pand, dat Zulu kan afscannen. Beetje uit het pand. Dat is vernomen. Zulu, kunt u iets nu zien? Negatief, pand is clear. Oké, in de omgeving, ziet u daar nog verdachte motors of wat dan ook? Negatief. Kunt u even over de steetjes vliegen? Met de warmtecamera. Scan met de warmtebeeldcamera, de stad maar. 17 gaat uit dienst. Ja, de wond, even een goede riem eromheen trekken dat hij het voel op doet verliest. Ik heb wond... dan mist die man een poot toch, eigen schuld? Die mannen, de wond even 3/4 afdekken, dat rommel er wel ook even van. Ik dek de wond wel even af. Is de alvast ook nog, Waar zijn ze 2 binnen, Roos of niet? Nah, dit was niks. Nee, ik zat... Collega buiten, kunt u voor mij de ambulance op wachten? Kan ik hierin? Kunt u op de straat de ambulance op wachten? Zullen we even een rondje door het pand doen? Dat kunnen we doen. Jeetje, wat een spanning en sensatie, jongen. Zeetjes, ja zeg, wat valt hier dan wat tegen? Zulu aan OC, er is verder in Clido niks aangetroffen. Ja, positief, u mag terug naar het HBO. Dat is vernomen. Bedankt voor je dienst.
Netjes gedaan hoor. Ik zat te wachten tot de persoon in beeld kwam en jammer, die kwam niet. Kijk, ik snap dat hij een beetje flauw had van bloed, maar meneer! Nou, die klinkt niet echt aanspreekbaar, zeg. Jezus. Meneer, beetje wakker worden. Wat bent u nou allemaal aan het doen? Idioot. Jonge, jonge, jonge. Ja, ja, moet je straks lekker door met één poot, hè? Aangeschuld, pik. Hij is niet echt spraakzaam, die jongen. Jezus. Jonge, nee, jongen. Hij moet een poot missen. Wat denk je dan, collega? Joch. Nou ja, ja. User left your channel. Hij is schuld. Maar ja, beter een poot dan zijn leven, zullen we maar zeggen. Ja, dat zeker. Ja, dat is waar. No. Hey, ik weet wel, in de gevangenis houden ze niet van mensen met één poot. Dus je ja, nee, moeilijk dat moeilijk. Jongen, jongen, jongen. Ik hoor de ambulance, collega's. Ja, dat is ik mooi. Heb dus even ruimte maken voor de ambu. Iemand even die A6 aan de kant zetten. User joined your channel. Goeiedag heren. Goeiedag, zet hem maar even achteruit hier bij de ingang neer. Ja. Zo, zeg het eens. Wat is er gebeurd? Persoon is in zijn been geraakt. Oké. Okay. We hebben in zijn been geschoten, een hoop bloed verloren. We hebben de wond dicht. We hebben een verband omheen gedaan. Ja. Persoon is een beetje begint weer bij te komen. Goeiedag. Spraakzaam te worden. Goeiedag meneer. Ja, net praten de persoon hoor. Meneer? Hij is aanspreekbaar hoor. Ja. User joined your channel. Ja, daar is hij. Hey meneer, wat is er gebeurd? Hij is in zijn poot geschoten, maar meneer heeft een bankoverval gedaan. Maar dat is niet zo slim hè, een bankovervalletje. Nee, ik ga eens even. Nee, dus als je een poot moet missen, eigen schuld. Want in de gevangenis houden ze niet zo van die pannenkoeken met één poot. Dus eigen schuld hoor. Nee, dat klopt zeker. Dat klopt zeker. Dus even kijken. Ga ik meneer even een goede verband erom leggen. Dankjewel jongen, jij ook. Maar ja, Adriaantje, mag je pistooltje wel wegleggen hoor. Ik denk dat deze verdachte niks meer kan doen. Dat denk ik ook. Even kijken. Zo. Heb ik even verband eromheen gelegd. Ik weet niet of we hem kunnen tillen naar de ambulance. Zal ik hem even tillen voor u? Ja, alsjeblieft, als dat kan. Ga ik de ambulance openzetten. Oh. Hij is nog zwaar ook. Godverdomme, een vetzak. Ja. Jongen, jongen, jongens. Moet ik hem in de auto zetten? Ja. Dat kan niet als je erin zit. Oh, sorry. Ja, top. Kijk eens aan. Dan redden wij er achteraan, denk ik, collega's. Ja, oh, wacht even hoor. Ik heb weer een melding. Wacht u even, dan wordt u geëscorteerd naar... Of heeft u hier ook een ziekenhuis? Nee, helaas nog niet. Ja, we gaan hem naar het ziekenhuis brengen. Ik denk dat u hem daar op gaat lappen, of niet? Ja, ik wou net zeggen. Ja, ik pak even zijn porto af. Ja, de DSI gaat wel afkoppelen. Rijdt u achter mij aan, meneer? Dan ja, rijdt er een collega erachter. En dan gaan we u... Ja, ja, ik wil graag twee collega's mee hebben met de ambulance in twee voertuigen, hoor. Goedendag. Niet tegen jou, joh. Best. Goedemiddag. 41:19, urgent, kom maar uit. De 41:18. Goedendag, kan ik iets voor je doen? Ja, graag onmiddellijk terug. We zijn uit de ambulance gegaan. Ligt niet meer op de snelweg. Oké. Okay. Wat is er onderweg? Hoe de fuck kan dat dan weer dan? Locatie gestuurd. Niks, ik heb een lekker band. Oei. Porto test. Dat is niet best, hè. Hoor. Nee, CV. Lastig rijden zo. Ja, dat wel.
En je motorkap heeft ook een beetje stress. Sorry? Je motorkap heeft ook een beetje stress. Ja, daarom heb ik hem open weer aan. Nee, maar hij gaat de hele tijd klappertie, zeg maar. Oh, wacht, dan lossen we even op. Opgelost. Zo. Nou, succes met je band, hè. Ja, bedankt, hè. Goedenavond. De OC en alle eenheden. Alle eenheden naar het hoofdbureau hebben over. Deze hier, lekker band. OC en Robert. Ah, ja, zie je. User joined your channel. De 41-18-19 zijn nog steeds met verdachten onderweg naar het ziekenhuis. Ja, dat niet over. Nou, je zou ook even de motorkap kunnen controleren, wat Roos, alles in orde is. Een bericht terug, ja. Hij wil geld hebben. Hij wil geld hebben, dan mag hij eerst met het DSC in contact komen en een normaal gesprek voeren. Wij gaan dat niet via Twitter aanhouden. Ja, ik zit er te kijken. Ja, de radiator slang die staat ook los. User left your channel. Ah, toppig. Dus ben ik even weer aan het vastzetten klemmetjes. Die andere bus heeft die problemen. Ik heb geen idee, ik heb alleen voor de Audi gebeld. Oké, ja, ik zag daar een deukje achter nee zitten. Ik weet niet wat. Kijk eens aan. Die is helemaal top. Kan mijn busje ook nog misschien een beetje. Ja. Ik heb iets te hoogste toeren gedraaid waarschijnlijk. Netjes. Nou, wij gaan weer met vervoer. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol.